Vandaag zijn we een kijkje wezen nemen bij een heel bekend Zwolls ondernemersduo. Mijne en Ben. Oftewel, Mijnes en Bennes. Normaal gesproken. Vriend! Hans! Murti! Waar dacht je waar we nou stonden? Ja, in de In de mooiste winkelstraat van Zwolle. De Assen, die microfoon is geknuppeld. Oh ja, sorry. De mooiste winkelstraat van Zwolle. De Assendorpenstraat. De Assendorpenstraat. En weet je wat nou het allermooiste is van deze winkelstraat? Nou, dan ga je me vast vertellen. Ja, er zijn twee winkeltjes. Die zijn van een hele beroemde man. Die man die is beroemd van Spanje tot aan hier. Ja, dat heb ik iets van uit, ja. En aan de ene kant daar zit een machine feestwinkel, daar kun je allerlei dingen kopen, wat op gebied hebt. Maar op de andere kant, daar gooi je zo in naar binnen toe, dat is carnaval. Alleen nog maar carnaval. Alleen maar carnaval. Maar van witte handschoentjes tot aan complete pakken. Ja, tot aan de slippenman toe. Alles zit erbij. Wat dacht je, zullen we misschien nog voor de rest? Ja, want gaat je dingen die knippert in Betty. Welke dingen knippert? Het verkeerde dingetje bij hem, hè? Oh ja, verkeerde dingetje bij hem. Maar laat me maar schoon. Nou, we gaan eens even kijken. Oh, wat een bonken hier, hè? Nee, ik doe die deur wel dicht. Dat ging goed, hoor. Mijne er ook. Moet ik hem ophalen? Ja, wil je dat doen? Wat moet dat echt? Nou ja, we zullen het wel fijn vinden. Moet kijken. Loopt je mijn winkel dan niet leeg? Nee. Okay. Kijk, hier hadden we nog die mooie pakken gang. Dat vond ik hele mooie pakken. Ik leg de hem hier neer. Ja, doe maar, want dan valt dat ook niet zo op. Gaat, kom nu maar even staan. Even ook niet in de gaten dat je er bent. Is er wat? Voor die Zwolle, van anders kiept meteen. Ja. Kun je met die veilig die beursstraat in? Dat is wel wat. Niet te vallen, want even hier een route in zit. Dan kan je kunt precies zien dat het erin kan. Kuppa, 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 kuppa. Kutje dus ook. Dit is een hele mooie winkel hier. Goedenavond. En goedenavond. Hallo, dat treft. Dan. Dat is ook toevallig. Ja. Ik vertel het net aan Batse, we zijn in de mooiste winkelstraat van Zwolle. Ja. En toen zei Batse, waarom we dan? Ik zei, nou, dat zou ik ook vertellen. Want nou, hier heeft een man, die heeft twee winkeltjes. Eén met feest en één met carnaval. En die man die is beroemd van Spanje tot aan Zwolle. Spanje moet je echt de mond overhouden. Dat is Batse geloof namelijk. Oké, okay. Sorry. Ja. Ja, dan moet je niet over beginnen. Hè, nee, dat nee. Het heeft wel te maken met kleur met jouw haar, van jouw haar natuurlijk. Ik heb een mooi baard hebben voor jou die eronder past. Ja? Precies dezelfde kleur. Ja, maar daar kwam je eigenlijk niet voor. Ik had er wel bij besteden, hoor. Ja, kan ik. Daar kwam je eigenlijk niet voor. Nee, voorhand. Nou, waar wij eigenlijk voor kwamen, dat is, we vonden het wel eens leuk om jou een klein beetje, als ik het zo mag noemen, in het zonnetje te zetten met jouw gigantische mooie winkel. Mm-hmm, dat is leuk. En ook omdat jij natuurlijk Sassenlom TV een beetje een warm hart toedraagt. Ja. Of jullie eigenlijk, want Ben moet er eigenlijk ook bij. Die betrekken we er ook bij in. Zonder Ben is het niks. Nee, zonder Ben is niks. Hij zit trouwens aan de overkant, hoor. Nou, dat is dom, want dan had hij hier met me wezen. Nee, maar we kunnen het ook naartoe lopen natuurlijk. Nee, we komen eerst voor die carnavalswinkel. Want, okay. Wat ook nou nog... Ja, dat is ook een carnavalswinkel, hè? Dit is ja, de kleding. Dit is de kledingwinkel. Maar weet je wat, wie komt eigenlijk ook met in voor... Voor Gert. Voor Gert. Maar Gert, Renate die had gezegd tegen Gert, je zorgt maar eens voor hoe aan wassen. Nou, dat heeft die jongen gedaan. Ja. Die heeft er voor een jaar of 100 geleden hier een pak gekocht bij jou, zo'n televisiepak. Ja. En dat is een krumpen. En alle kleuren doen elkaar. En alle kleuren, dit testbeeld dat is helemaal weg. Dus ja, die jongen wil ook nog een nieuw pak hebben, samen met Paul Schulte. Dus wie hebben gezegd, volgende week, dan heb ze misschien beiden, heb ze vrij. En dan komt ze maar hierin voor een pak. Want ik had de vorige keer, toen ik hier was bij jou, had ik gezien dat jij een mooie pakken had. Ik heb heel veel mooie pakken, hele mooie nieuwe prins. Je had drie nieuwe prins had je er toen bij. Ja. En die dan de pizza. De pizza pak, zoals deze. Ja. Zal ik dan ook even laten zien dan? Ja? Oh, en dan gaan we nog wat een nieuwe trend zijn toch op de... Ja, dat is zo leuk in Zwolle. Zwolle heeft niet zoveel nieuwe trends. Het is altijd... Ja, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe dingen komen erbij. Maar Zwolle is heel eigenwijs. Net als Batsen. Ja, nee, maar zegt, ik herken mij daar niet in. Dat is echt heel grappig. Er is nooit iets in Zwolle waarvan je zegt, zo in Oeteldonk, daar hebben ze allemaal de kielen, hè? Ja. Dat is vaste prik daar eigenlijk. En als je, dan daar in een kostuum rondloopt, dan val je echt buiten de boot eigenlijk. Maar Zwolle is heel divers. Ja. En wat je wel hebt gezien, dat is een paar jaar geleden heel veel, dat is dan dat opperzoet gebeuren. Daar ben ik mee gestopt. Ik heb nu eigenlijk mijn eigen prins. Ik wou wat apartes hebben, want absoluut, daar loopt dan op een gegeven moment ook iedereen in. En denkt van ja, zie je 12 dezelfde kostuums, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, nee. En op elkaar afstemmen is een ander verhaal, maar ik heb hele leuke prinsen en ik heb, we kunnen natuurlijk van Gert ook een hele mooie vrouw maken.
Je hebt net al zo'n mooi rakkie hier zien vuren. Ja, dus echt, we kunnen hem ook in de regenboogkleuren. Hij is ook wel eens een keer leuk voor hem, eens een keer dat ervaren natuurlijk. Ja, dus er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, echt. Dat is geen probleem. Maar nou brandt mij ook nog even een vraag op de lippen. Ja. Hoe komt een Friese jongeman, dank je wat dan ben je, in Zwolle met een carnavalswinkel? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Wij hebben dus, Ben en ik samen hebben we dus 25 jaar geleden de winkel begonnen. En zoals je weet, sommige winkels, dat is dan bijvoorbeeld een drogist en die blijft de rest van zijn leven een drogist. En wij zijn altijd heel eigenwijs geweest, we zijn ons gevoel altijd blijven volgen. En als iets op een gegeven moment een beetje saai werd, dan begon het te jeuken en dan moet weer wat nieuws komen. En jaren geleden, dat is inmiddels ook al 7 jaar geleden, toen had ik een tentoonstelling over de iconen, Sint-Nicolaas tentoonstelling, ja? Over Sint-Nicolaas iconen. En toen kwam ik in gesprek met Ria van Ritsin, want Ria die ging ermee stoppen. Nou, en wij hebben ooit wel eens tegen elkaar gezegd, ja, we zouden best een feestafdeling erbij willen hebben. Ja, ze zei, maar ja, kun je eigenlijk niet maken. Er zitten er al 2 in de straat, Henk Verzon toen en Ritsin. Ik zei, je hebt gelijk, ja, dat kun je eigenlijk niet maken met z'n drieën daar te gaan zitten en in dezelfde vijver te vissen. En toen kwam ik dus met Ria in gesprek. Ria vertelde mij dus dat de winkel was overgenomen en dat dus de dames die de winkel hadden overgenomen alleen met de fournituren en het breigaren verder gingen. En de feestafdeling gingen ze mee stoppen. Die wouden ze niet hebben. Dus Ria had zoiets van, nou ja, dat houdt dan op te bestaan. Kat en bakkie. Ik zei, maar dat gaat niet gebeuren. Ik zei, wij gaan heel snel om de tafel. Nou, het resultaat was dat binnen 2 weken was onze winkel al omgegooid. Gedeeltelijk uitverkocht. Ja. Het bestaande assortiment op dat moment. De toppers kwamen eraan. En 2 weken later hadden wij alles voor de toppers al in de winkel hangen. Ja, en het beviel ons zo goed ook. We wisten gewoon, dit is zoiets moois. Dit, ja. Wat we nu in handen krijgen. Mensen komen altijd vrolijk bij je binnen. Ja, maar het is ook altijd vrolijk. En hier kun je ook niet chagrijnig worden. Dat en, wat ze wel hoor. Nee, maar ja, Bats heeft al zoveel overleefd. Dit is alleen maar, daar heb ik zo respect voor, hè? Alleen maar vrolijkheid. En dan ga ik met jullie om. Nou, dat kan ik me voorstellen. Dat kan ik me voorstellen, nu en dan wel eens chagrijnig ben. Dat is net andersom. Joh, oh, ja, is net andersom. Ja. Maar goed, ga je met je verhaal. En toen was dat zo mooi. Dus eigenlijk door het Sinterklaas gebeuren, zijn we dus door die poster die ik bij Ria bracht, voor op het raam, kwam dus in gesprek met haar. En toen vertelde ze dat verhaal. En dat is, de rest is eigenlijk geschiedenis. En toen zijn we begonnen en ja, iedereen had ook zoiets, we hoorden vanuit de carnavalsvereniging, ja, is dat wel wat voor jullie? Want we waren wel carnavalsvierders, maar niet zo nauw erbij betrokken. Ja, en het is alleen maar meer geworden. En toen kwam dit pand vrij, waar nu de feestkleding in zit, dat ook van onszelf is. En ik had iets, ja, kon het wel verhuren? Ik denk, nee, er moet kleding in. Want dat hebben we echt nodig in de stad. En we zijn niet de grootste, maar we hebben wel een enorme keus. En ik heb nu de boel klaar liggen voor de beurs. En volgende week dan komen er weer extra stangen tussen. Dan komen er nog weer meer lage kleding tussen. Dus ja, per vierkante meter heb ik al ontzettend veel hangen. Maar hoezo in Zwolle ben je niet de grootste? Nou, qua feestkleding. En als je ziet, er gaan heel veel mensen gaan bijvoorbeeld naar Borne toe. Naar Carnavalsland. Nou, dat is prima. En dat is ook heel leuk. Maar ja, daar hebben ze rekken. En in één rek hangt dan 1 soort jas op. En bij ons hangen er dus. Ik heb hangsystemen met. Kijk met, hoe leuk is dit? Ja, dat is weer nieuw, hè? Dat vertelde niet mij de vorige keer, hè? Kijk, gewoon bierlippies. Zo kan ik verschillende maten onder elkaar hangen. Ja, dus, daar heb je echt over nagedacht dus. Ja, of een ketting. Maar dat betekent dus, dan hoef ik niet al die maten naast elkaar te hangen. En je hangt ze gewoon aan 1 string. En jij weet wat een string is, hè? Ik wel. Ja, dat bedoel ik. En dat is gewoon heel handig. En zo ben ik dus constant. Dat is vaak verkeerd. Ik hem andersom. Ja, maar daar is een string ook voor, hè? Het zit niet zo'n pasvorm aan natuurlijk, Gert. Maar dat is dus ook constant met die ruimte bezig zijn. En je ziet ook van het upgraden van het assortiment, de kwaliteit van de kleding. Ik wil hem ook een stapje hoger hebben. En dat vind ik echt mooier. Want die rotsen kunnen ze wel overal krijgen. Ja. En daardoor gaat het eigenlijk heel goed. Maar aan de ene kant denk ik bij mezelf van de mensen die gaan allemaal naar Borne. En ik heb er wel gehoord, die gaan weer naar Den Bosch en Eindhoven. Ja, maar dat is ook heel prima. Want dat is leuk vanuit je natuurlijk. Maar als je ziet hoe druk wij het hebben. Je kunt beter kopen, want de bunnigjes, die zijn altijd duurklagers in Zwolle over, of de munties. Nou ja, weet je wat, carnavals. En dan nou hier de kleding koopt. Ja, maar kijk, dat is ook zoiets van, wij carnavalsverenigingen die bij ons kopen, daar zet je ook een advertentie in het krantje. Ja. En dat vergeten heel veel mensen wel eens. Denken van, dat wij zijn wel de ondernemers die de vereniging draaien houdt. Ja, dat is ook met voetbalverenigingen. Kijk,
Dat zijn wel de jongens, ja, daar moet je het wel van hebben dan. En denk van hoe leuk is het dan en elkaar ook wat gunnen. En groepen ook. Ik heb vorig jaar ook steeds meer groepen, want dan lopen ze toch online ook wel een beetje vast. En ja, dan regel ik de bedrukking bijvoorbeeld achter op de rug. Ja. Dat is fantastisch. En nou, met de carnavalsoptocht ook, wat hier voor de deur gebeurt. Nou, dan kan geen tribune bijna meer tegenop, joh. Nee, dat is geweldig. Iedereen wil pak even een showje. Nee, maar dan stel ik de biersten er klaar. Dat is zo gezellig en dan hebben we een drive-in show erbij. Ja, die blaast alles weg. Hoe leuk is dat? Dat is fantastisch. En daarom beginnen we ook altijd met Sasnok TV, zo'n beetje hier in de buurt. Ja, het is meestal een vaste prik dat ik jullie als eerste zie. En ja, dat is gewoon geweldig, elk jaar weer. Maar het mooiste is, je hebt hier een heleboel hangen. Ja. Maar wat ik dan wel weer leuk vind, je hebt hier een heleboel, maar niet van alles heel veel. Nee. Maar de keuze is hier natuurlijk verschrikkelijk groot. Ik heb wel een enorm magazijn hierop. Ja. Want ik kan je zo... Je moet het kunnen. Ik kan zo kijken. Oh, artikelnummer. Hup, ik heb alle leveranciers erin zitten. En ik kan binnen een dag leveren. Ja. En ik ga ook tot maat 64. Dat is heel bijzonder. Ja. Dus Gert, kun je goed doen. Ik dacht dat het was een inkoppertje. Maar mensen met een maatje meer, die kunnen ontzettend goed slagen bij mij. Want die lopen heel vaak vast. Ja. Nou, en als je dan een leverancier hebt die ook in Nederland heel veel producten maakt, vind ik ook echt mooi, is de kwaliteit ook veel beter. Ja. De snit is mooier. En dan kunnen ze heel vaak nog, is het wel wat duurder in aanschaf, maar dan kunnen ze twee seizoenen ermee doen. Ja. Ja. Dus wat is het dan weer duur? Ja. Maar hier hebben ze bijvoorbeeld alle pakken hangen? Alle kleding. Feestkleding. Van dierenkostuums. Zelfs daar helemaal? Ja. Het is, maar er hangt zo ontzettend veel diverse. Ja, moet eens kijken wat die... Nou ja, het is... En? Dan moet Gert maar even meelopen met de camera. Ja, dan moet maar even meelopen. Dat kunnen mensen dus ook zien dan, hè? Ja. Ja. En er staat nu heel veel te wachten. Ook heb ik vol en de overkant van wat meegaat naar de beurs. En ja, dat hangt er dus nu even niet tussen, maar nee. Het is nog een dag. Want ja, ik moet morgen natuurlijk de beurs ook voorbereiden. Maar ja, je ziet dat dit is zo leuk. Het is bont, nepbont allemaal. Ja, het komt er allemaal in, jongens. En Hollandse printjes allemaal. Fantastisch. Ja, ik kan de jongens zo mooi aankleden. Ja. En dat geldt natuurlijk voor mannen en vrouwen. We hebben het goed gerangschikt dat het mooi overzichtelijk bij elkaar hangt. Op maat. En toch... heel duidelijk. Ja. Ja, want zo is hier, kijk. Nog even over die bierlipjes. Soms zit er ook wel een lipje tussen van een groenteblikje. Uit mijn opspraat, ja, ja, hè? Ja, opspraat. Ja, dat ben je het is zo leuk. Ja. Het is zo handig. Ja. En dan denk ik van hier komen dus volgende week nog weer ook extra stangen tussen. Nou, en als je dan ziet van jongens, hoeveel vierkante meters heb je? Ja, daar moet je het gewoon mee doen. Ja. En we hebben natuurlijk, daardoor kunnen we qua prijs ook best heel goed meekomen, want we hebben geen dikke huren. Het zijn onze eigen panden. Ja. Dat scheelt wel. Dat scheelt echt heel veel. Ja. En we vinden het hartstikke leuk wat we doen. Ja, dat is het voornaamste eigenlijk. Echt, hè? Ik krijg mensen ook. Ik wil maar één ding. En dat ook de mensen die ons helpen. Want we staan straks rond de carnavalsperiode, vooral die laatste dagen, we staan met 10, 12 man te verkopen. Ja. Ja, dan weet je wat hier gebeurt. Dan is het gewoon. Ja. Zo, maar dat heb je wel eens gezien. Dan is het gewoon dringen. Maar ja, daar kijk ik al weer enorm naar uit. Ja. Ja, maar dan is het een stuk gezelliger. Zaterdagmiddag. 4 uur, de optocht is langs geweest en dan klaar? Nee. Want meestal loopt het wel uit dat 5:30, 5:45, dat de laatste mensen de deur uitgaan. En dan is het natuurlijk een enorme teringbende hier. Het is allemaal rommelig. En dan, ja, kun je misschien, dan krijg ik altijd knappe vrouwen hier in de winkel. Ja, nee. Voor jullie dan meer. Dat dacht je waarom we hier ook kwamen. Daarom. En gelukkig kom ik al heus lang in trekken. En dan is het na de tijd gewoon enorm de boel opruimen. Want dan pas kun je lekker gaan zitten. En dan heeft mijn zus lekker gekookt. Omdat ook heel veel familie uit Friesland komt helpen. En dan gaan we met z'n allen lekker aan de borrel. En ettensoep eten of zoiets. En, heel gezellig. Ja, heerlijk. En dan de zondag zelf de stad in? Zullen we eens naar de overkant lopen? Ja. Naar, ook even bij Bende bij je in betrekken? Ja. Moet ik even meelopen? Ja, tuurlijk moet je even meelopen. De wegwijs dan? Ja, doe maar even. Wij verdwalen zo hoor. Rutte-tun. Goedenavond. Hoi. Zo. Heel goed, Gert. Je hebt net geoefend. Ja. Nou, we gaan ook vanaf komende dinsdag. Denk aan de stoep. Denk op stoep. We gaan ook vanaf komende dinsdag gaan we tot en met carnaval zaterdag elke dag open. Dus er is ook geen dag dat we dicht zijn meer. Okay. Ook de zondag. Zondag is ook van 1 tot 5 en dan gaan we de maandagsmiddags ook gewoon open. Dat doen we nu sinds een paar jaar, dat bevalt ook heel goed.
Kijk, Ben heeft ook zo'n mooi pakje, Jan. Tuurlijk. Ja, dat hoort er dan bij, hè? Dat hoort erbij. Ja, maar hij is zelf wel weer dicht. Tuurlijk. Zal ik het even doen? Hij heeft handig zo. Dat je woensdag even weer ophaalt. Of dat je hem even meeneemt. Dus je woensdag denk gewoon. Zal ik even verder helpen? Wat even deur dan? Lachgas? Ja, ik heb nog. Lachen, hè? Nee, dat is helium. Voor ballonnen. Lachgas. Gooi er ook harder van lopen dan? Dit is wel wat verget dan. Nee, dat gaat anders. God de god. Dit is bier. Ja, maar met bad. Nee. Grappig? Ja, dat vind ik heel grappig. Neem me heel, hè? Hallo jongens van Teven Sassendonk, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie even bij ons in de winkel zijn gekomen. Ik vind het heel leuk zo. Moet ik die ook even pakken? Oh ja, Gert Wolda graag. Heel leuk, hè? Ja. Ga ik in je stal. Ik mag er ook blij maar snoemen. Nee. Ik wil niet goed vast. Nou. Zeker, bij. Lachgas? Ja jongens. Nou, heb je nou je zin? Ja. Vind je grappig, hè? Ja. Goed, nou, nee, ik wil niet meer. Nou. Ja, wacht even. Wil je proberen? Nee. Iets meer nog even. Iets meer. Helemaal leeg. Soja. Kijk, koppijn hoor. Nou, dan hoef ik morgen ook niet aan het werk hoor. Mooi een ziektebed, Gert. Heb je nou je zin? Nou, dat is het. Ach, en dan komen, soms komen die jongetjes hier en dan halen ze voor een paar eurotjes ballon met helium. Ja? Ja, niet, ze mogen maar één keer hoor, want het is natuurlijk niet goed. Nee. Maar het is wat anders dan lachgas. Ja. Met die pupillen, je kunt hier best om lachen. Jawel, dit is veel leuker eigenlijk. Wij lachen er wel om. Het is veel leuker dit. Dan, je staat tegen maar ik krijg wel vraag naar die lachgas dingen, maar die ga ik niet verkopen. Want je zegt, mensen wil je wat vragen? Okay. Ja, dan lopen we zo hard weg. Weg. Ik smeer hem zo hoor. Ja, nee, dat gaan we nu gebeuren. Dus. Nou ja, wij hadden net aan de overkant, hadden wij al, mij al eens even gevraagd van, god, hoe komt nou een Fries, komt hij nou hier? Ja, dan moet mijn Ben er ook even bij betrekken, want die moet natuurlijk wel in het Kielzog Hoe een Fries hier komt, ja, dat weet ik ook niet. Met de auto. Hij is natuurlijk zelf hier ooit naartoe gegaan. Ja. Vanuit Friesland, gevlucht, denk ik. Gevlucht. Hij is gewoon gevlucht. Had geen zin meer daar. Hij is verstandig geworden. Ja. Maar jongens, wat jullie niet weten, hè, maar de eerste nederzettingen aan het oude Zwolle, hè, aan de monding van het Zwarte Water. Dan heb je het ook zo weer over. Hè. Echt? Ja, nee. Dat mag. Dat waren Friese boeren. Dat is ook goed. Ik kan zo nakijken, want ik heb de hele geschiedenis van Zwolle, het ontstaan van Zwolle. Ik ga het gelijk nakijken. Maar. Kijk, ga eens even in de kamer. Ja. Toe dan. Nou. Ik ben blij dat ik eindelijk een regisseur erbij heb. Ja, hè? Die het allemaal regelt. Ja. Het wordt steeds drukker bij jullie. Jij staat ook aan de overkant voor de kleding? Ik sta meer hier. We hebben wel een beetje een verdeling gemaakt van mijn doet de kleding. Ja. Daar is hij goed in. Oh. En daar kan hij mooi op zijn plek staan. Kan hij mooi uitleven. Dat heb ik hier. Dat doen jullie hier. Ja. Ja. Vieren jullie straks zelf ook nog carnaval? Wij vieren zeker carnaval. Zaterdags meestal niet. Nee, we beginnen dan, zijn we gewoon nog net te druk. We hebben het wel een keer gedaan, zaterdagavond. Vorig jaar niet. En we beginnen gewoon de zondag en dan zien we wel. Okay. Dan kunnen we nog een aantal dagen. En dan de maandag dicht, los, open? Maandag, dinsdag, woensdag dicht. Ja, en dan donderdag. Eerst een beetje bijtrekken. Nee, donderdag dit jaar ook dicht. Donderdag gaan we ook dicht. Oké, nou. Ik hoor net donderdag gaan. Donderdag gaan we. De directie heeft overlegd. Wij niet, Botsen. Ik kom hier werken, want dat bevalt me wel die donderdag. Maar je komt gewoon op die donderdag. Ja. Je doet straks ook mee met de beurs, dan sta je zelf ook? Of daar staat, weer, nee, daar staat mijne. Dat is zaterdag. Dus die beurs, dat doet hij met Rita. En ik beman hier de winkels. Dan heb je de bewaker weer bij je. Nee, dan nog niet. Die bewaker. Die vier voeten? Die ook wel eens op Facebook. Ja. Die is erbij. Die houdt boven aan de trap te wachten. Oh. Ja. Nee, maar het is. Ja. We hebben dan gezegd. We komen hier even eens een kijkje nemen. Ja. Nou, gezellig. Want, leuk. Mijne en Bennis. Yes. Ja, zonder Bennis is mijn ook niks. Nee. Nee, hè? Nee.
heb ik mijn Peppi en Kokkie hier. Ja. De dikke en de dunne. Ze van, nou, hij is nou ook 15 kilo weer kwiet. Hoezo, we hebben dezelfde maat. Wat lul je nou? Ja, maar zijn jasje kan nog dicht. Dat is ook zo. Die van mij, als ik, deze past mij ook op. Ja. Zonder dat, ik kan ook nog goed ademen. Dan zit hij wel zo. Hij zit dan wel zo. We zijn 1 februari, zijn we 28 jaar bij elkaar. Is wat. 28 jaar? Ja. Ja. Dat is toch wel een lengte, of niet? Ja, dat is zeker, dat is zeker een ding. Ja, man. Ja. Wat waren zo jong? Wat waren we toch jong toen? Ach, als ik die foto's zie. Ja, ja. Ja, tijd vliegt, is, ja, weet je wat het is? Je wordt niet oud als je maar dingen doet die je leuk vindt. Nee. En die geest blijft wel jong. Ja, er zijn uitzonderingen. Maar je moet wel dingen die je leuk vindt. Dat is belangrijk. Ja, 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 ja. En humor. Maar je komt ook uit Friesland? Nee, ik kom uit Elburg. Uit Elburg? Andere kant. Oh, dat is ook een carnavalsgemeente. Dat wordt wel aan. Nou, niet echt, maar er wordt wel carnaval gevierd nu. Oh, dat verbaast me. Ja, nee, serieus. Nee, dat komt omdat wij naar de winkel, daar heb je een hebben wij dan de mensen zitten die de prinsenpakken allemaal maken. Ja, ja, ja. Oh, dat doe je. En het wordt er wel gevierd nu, maar niet zei dat ik dat kind was niet. Toen werd er geen carnaval. Nee, nee. Dus het is niet zo'n stad die dat we knalt en optocht en dat soort dingen. Nee. 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 Maar we hebben wel verschillende mensen, en het hele jaar door ook, ze hebben natuurlijk ook de kroeg Elfstedentocht. En dan kom ik altijd heel veel Elburgers hier. Dat is ook wel grappig voor de kleding. Ja. Ja. Maar is dat door jullie bekendheid of door de band wat jij dan nog hebt? Nee, dat is wel door de bekendheid hier. Dat heb ik niet met een band daar nog. Want ik heb daar tot mijn 24ste gewoond. Dus dat is al heel wat jaartjes. Ja. Het is ongeveer 20 jaar geleden. Ja, precies. Iets meer hoor. Iets meer. Ik denk wel dat de bekendheid natuurlijk ieder jaar wordt je wat bekender. Ja. Tevreden, je hebt toch wel heel veel tevreden mensen ook. Tevreden klanten komen weer terug, zegt het voort. Nou, dat merk je ook wel aan het bedrijf zelf, aan de omzet en zo. Ja. Het gaat gewoon elke keer wel iets omhoog. Nou, en als je ziet hoeveel winkels er dicht gaan, dan denk ik van nou, dan... Maar dat doet het uiteindelijk ook voor. Ja, het is... Om dicht te gaan, bedoel je? Dat geef je een tropische instelling. Hoeven niet weg te geven. Nee. Ik denk ook wel dat we de laatste vier jaar toch wel, dat mensen hier komen, dat ze verbazen zich hoeveel we hebben. Ook aan kleding, er is geen grote winkel aan de overkant. Maar je hangt al propvol met allerlei leuke kleding. Toch wel, mensen zitten in de buitenkant, hè, ze langs fietsen. Ja. Oh, bij jou ook zo, hè? Ja, nee. Maar bij mij fietsen ze niet zo hard, hoor. Nee, nee maar... Hier de camera. Ja, nou, dat is een mooi bewegend beeld. Nee, dat mag bij Sassendonk TV, hè? Dat is... En ik heb ook altijd, als we een interview hebben, heb ik ook altijd aan Batse, dan zeg ik altijd de Batse, heb jij nog een intelligente vraag voor deze mensen? Nou, doe maar uit. Nou, hebben jullie nou echt een pak wat bij Gert past? En kunnen we dat gelijk eens even passen? En bij Paul? Paul ook. Dan moet ik voor Paul schuld. En blijft het nog geheim dan voor? Paul, of Gert, ik zeker wel wat. Ja. Ik wil hem wel zien in zo'n rakkie. Hier niet. Ja, sowieso wel. Maar wat wil hij zelf? Dat vind ik wel bij een klant heel belangrijk. Kijk, dit is geen vrijgezellen pak. Wat wij aan hebben is natuurlijk best wel een beetje mooi, toch? Ja, ik hoef toch niet met hem in de paskamer, hè? Hij kan gewoon zelf passen. Nou, pas op, hij eet geen vlees meer, hè? Nee, maar ik denk dat... Dus dat maakt niks uit, je kunt rustig in. Dat scheelt weer, Oké. En wie filmt er dan? Of wordt er gewoon niet gefilmd? Nee, maar dan dan lopen we even terug en dan gaan we dan... Dat is ook zo'n ding, dat oversteken, die afsnoep staat, hoe vaak... Je mag hier wel een eigen zebra krijgen. Ja. Een gebrapad. Ja. Gebrapad. Ja, dat zou best wel mooi zijn. Eigenlijk noemen we dat een regenboogpad. Ja, dat is een gebrapad. Ja, dat lijkt ons wel leuk eigenlijk. Ja. Roep het niet te hard, want straks kijkt er iemand en die begint niet te schilderen. Hè? Nou ja, dat heb ik het niet gedaan. Dat is prima. Kijk, nou, er zijn ook deze van de gemeenteraad die kijken. Hè? Ja. Ik zou de oproep. Die straat moet ook veel groener worden. Ik zou ook wel een leuk boompje weer voor de deur willen hebben. Verderop ook. Brink begint dus nu ook, geloof ik, de reconstructie. Ik denk van, ja jongens, dat moet hier ook nodig gebeuren. Ja. Dit blijft de mooiste winterstraat, vind ik, van Zwolle. Het is een leuke straat. Echt een hele gezellige straat. Speciaal zaken. En ik ben ook ontzettend blij dat de carnavalsoptocht hier langskomt. Ja. Want dan kunnen we knallen. Nog steeds. Nou, Gert. Gert, heb jij nog een vraag voor de jongens? Een intelligente. Gert mag vragen wat hij wil. Heb je ook een pakje van mij? Ja, dat hebben we wel. Ja hoor. Dat hebben we wel. Kom zeker. Maar, gaan we die kant op. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor toch wel een leuk interviewtje wat we weer in Bonn hebben gedaan. Ja, even spontaan. Er wordt natuurlijk aardig geknipt, misschien ook niet. Nee, dat is helemaal niet. Wij wisten het al een week. We wisten het al lang. Oh. Wij wisten het wel. Okay. Weet je wat er wel leuk is, denk ik? Dat bierpak.
de bier pakken. Dat hij drinkt niet, hij drinkt alleen maar Rivella. Ja, oh, ja, maar dan heeft hij tot 31 januari. Ja, een trainingspak. Ja, dat kan ook. Die zit ook lekker. Ik heb ook XXXXXL, ja. Dus dat past wel. Oh, die past sowieso wel. Ja, ja, dan kan je ook dan stokken in zetten. Dan kan je later in slapen. En kun je er ook een briefje in maken. Gert niet zelf wassen, maar gewoon erna te laten doen. Ja, ja. Anders heeft volgend jaar weer hetzelfde, hè? Ja, nee, is goed. Nou, dat is niet zo erg, maar dan hebben ze weer omzet dan. Het gaat niet alleen om de omzet, hè? Nee, ook om de gezelligheid. Dat bedoel ik. Dat vind ik, gezellig, vind ik echt belangrijk. Een punt aan draaien, mannen. Een punt aan zuiden? Een punt aan zuiden. Aan zoen. Een punt aan zoen. Platpraten, dat is natuurlijk niet zo. Is dat nu de sterkste punt? Nee, ja. Maar dat giet vanzelf aan de kuppen. Ja, maar dat komt ook meer Fries binnen. Ja, zo is. Ja, nee. Dat weet je toch met ons, Gert, of niet? Ja. Dat giet gewoon ons. Dat giet gewoon, hè? Nee, het giet gewoon dat een oren zijn. Nee, die afstel, steden toch te komen. Dat kun je niet aan, hè? Nee, dat wordt niet. Oké, jongens, bedankt. Is goed. Succes met het vak aan de overkant. Ja, gaat goed komen. Ik weet niet of je het allemaal gepast, maar hij mag ook. Hij mag ook volgende week gewoon met Paul langskomen. En als wij dan met de camera met. Ja. In die camera niet. Oh, maar wie hebben onze Herman? Ja, ik heb er nog wel in. Lukt er altijd wel. Ja, zeker. Hij stiet daar weer te zuchten. Jongens, bedankt. Helemaal goed. Het was gezellig. Jongens, ja. Het was leuk. En tot zaterdag. Tot zaterdag. Okay. We zijn er weer bij. We zijn er weer bij. Mooi. Ik ook. Dank. Oh. Dank je. Dag. Doei. Hoi.